In deze video zal ik kort bespreken hoe je de verschillende radio's kunt bedienen in Eker. Als gewone soldaat krijg je standaard de PRC-343 radio. Als je in je gear kijkt, zie je hem ook hier staan. Dit is eigenlijk de groepsradio waarin je binnen de groep communiceert. En als er meerdere groepen zijn in een missie, is het dus ook van belang dat elke groep op een eigen kanaal zit op deze radio. Omdat je anders dezelfde frequentie aanhoudt en door elkaar heen gaat praten. Om de standaard radio, of elke radio eigenlijk, de interface op te roepen, toets je Ctrl, Shift en X. Dan verschijnt hier de radio die je op dat moment actief hebt. In dit geval heb ik er maar één, want ik ben een gewoon groepslid. En ik heb dus alleen de PRC-343 radio voor de groep. Er zijn dan twee knoppen hierboven die je met je linker en rechter muis kunt bedienen. De linker knop zijn de channels. De oneven getallen staan erop en de even channels zijn een puntje tussen de twee getallen in. Stel dat ik kanaal 4 moet gaan gebruiken, dan druk ik met linker muis, draai ik de knop totdat ik op 4 sta. En als ik terug wil naar bijvoorbeeld 2 of 1, doe ik de rechter muisknop. En zo kan ik terug naar het kanaal en vooruit door alle kanalen die beschikbaar zijn op dit type radio. Over het algemeen zullen we kanaal 1, 2 en 3, misschien kanaal 4 gebruiken als we met 4 groepen zijn. Dus hiermee stel je eigenlijk het kanaal in. Als je daarmee klaar bent, Ctrl Shift X opnieuw. En dan sta je op dat kanaal. Verder, als je hem weer oproept, kan je ook de volume aanpassen. Hij staat standaard maximaal, dat is volume 9. En met rechtermuis kan je de volume omlaag doen of weer helemaal omhoog. Dit is vooral handig als je als teamleider twee radio's hebt en bijvoorbeeld de groepsradio ietsje zachter wilt hebben dan pelotonsradio. Als je deze radio hebt, doe weer Ctrl-Shift-X, verberg ik hem weer. Kan ik hem ook nog eens een keer op verschillende oren zetten. Dat wordt namelijk met name van belang als je verschillende radio's hebt. Ik zal even doen alsof ik nu teamleider ben. Dan pak ik deze twee radio's zijn long range radio's, de 117F. Die gaat ongeveer op het hoogste setting tot 26 kilometer en de PRC 119 die gaat tussen de 500 en 10 kilometer en als je hem nog in de auto aansluit op de antenne kan die tot 35-40 kilometer. Maar goed, ik neem nu als teamleider bijvoorbeeld de 119 ook mee. Daarmee ga ik ook op het pelotonsnet zitten. Oké, die heb ik nu in ieder geval gepakt. Je ziet ook dat ik hier een grote antenne op mijn rug heb gekregen. Nou, dan heb ik nu dus twee radio's. Dat is de groepsradio en de pelotonsradio. Tussen deze twee radio's kan ik switchen met Ctrl-Shift-S. Heb ik nu de 343. Nog een keertje heb ik de 119. Nog een keertje heb ik de 343 weer. Nog een keertje heb ik de 119. Nou, nu ga ik ook de 119 instellen. Ik druk weer Ctrl-Shift-X. In dit geval krijg ik dan de interface van de 119 radio voor me. Nou, het belangrijkste is een aantal belangrijke zaken. En met deze knop, channel, kan je de channels veranderen van de 119 radio. Meestal zal het pelotonsnet gewoon op channel 1 zitten. Maar in ieder geval hier kan je dus weer met linkermuis of rechtermuis bij het aanpassen. Verder kan je ook de power instellen van de radio. En afhankelijk van hoe hoog je de power instelt, dit is power, low, medium of high of PA, heeft hij een groter bereik. Dus op het bereik op de power setting low heeft hij een bereik van ongeveer 500 tot 800 meter. Op de power setting medium heeft hij een bereik van 3 tot 5 kilometer. En op de power setting high een bereik van 8 tot 10 kilometer. En dan heb je ook nog de PA stand. Deze kan alleen gebruikt worden als je in een voertuig zit. En dan wordt hij aan het voertuig aangesloten en wordt ook de antenne van het voertuig gebruikt. En dan heb je een bereik van 35 tot 40 kilometer met deze radio. Verder kan je ook nog het volume aanpassen, dat is deze knop hier, volume. Kan je met rechtermuisknop weer lager zetten
dit is ongeveer de whisperstand, en hoog zetten. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste toetsen, of in ieder geval de knoppen op deze radio. Dus op deze manier kan je gewoon alles instellen. Channel, zet gewoon op high, heb je een grote afstand die je kan overbruggen. Het volume staat gewoon maximaal en je bent klaar. Doe ik weer Ctrl-Shift-X, dan verdwijnt mijn interface weer. Nou, op dit moment heb ik dus de 119 eigenlijk geactiveerd staan. Wat nou handig is als teamleider, is dat je hem op verschillende oren kunt zetten. Dat kan je doen door weer Ctrl-Shift in te drukken. En dan kan je met de gewone pijltjes boven, links en rechts, kan je instellen op welk oor die komt. Naar rechts zet je hem op de rechteroor. Naar links zet je hem op de linkeroor. En pijltje omhoog zet je hem op beide oren. Dus in dit geval kan ik ervoor kiezen dat ik mijn pelotonsradio op mijn rechteroor wil zetten en mijn groepsradio op links. Wat ik dan doe, ik heb nu de 119, mijn pelotonsradio geselecteerd. Doe ik weer Ctrl-Shift en het pijltje naar rechts. Zet ik die op mijn rechteroor. Vervolgens blader ik naar mijn 3x3 groepsradio. Dus dat is Ctrl-Shift-S. Dan zie je onderin dat die geactiveerd staat. En daarbij doe ik Ctrl-Shift pijltje naar links. En op dit moment heb ik op mijn linkeroor mijn groepsradio en op mijn rechteroor mijn pelotonsradio. Dus als ik berichten binnenkrijg, dan kan ik veel beter onderscheiden van wie het komt. Dan zal ik ook nog de PRC 117 laten zien. Dat is een andere pelotonsradio. Even pakken. Oké, de PRC 117F. Ik zal hem eerst, ga ik er naartoe bladeren, dat is weer Ctrl-Shift-S. Blader ik door mijn radio's heen. Nu heb ik hem geselecteerd, doe ik Ctrl-Shift-X. En dan krijg je hier de interface van de 117F. Dit is net zoals de 119, is het ook een rugzakradio. En het grootste bereik is zonder PA-stand ongeveer 26 kilometer. Nou, om deze radio van channel te wisselen, hebben we hier de knop. Dat is de pre-knop. En daar kan je op klikken om zo de channel te veranderen. Hier zie je het huidige channel dat je op dat moment geactiveerd hebt staan. Nou, hier heb je de volumeknop. Kan je weer de volume aanpassen. Mocht er iets helemaal fout gaan, dat je allemaal dingen hebt in zitten klikken en het gaat helemaal niet goed, dan kan je hem hier uitzetten. Druk je hem weer weg met Ctrl-Shift-X. En zet je hem weer aan. Dan zou hij weer in normale stand terug moeten zijn. Nou, op deze manier kan je dus je channels veranderen. Hier heb je het volumeknop. Hier staat ook wat het volume op dat moment is. Om de power in te stellen van deze radio, kan je doen per channel. Dus het is niet voor alle channels geldt de power die je instelt, maar je kan echt per channel verschillende power opgeven. Dit doe je door op de 8 knop te drukken, of de program knop, dat zie je hieronder staan. Vervolgens kan je kiezen welk channel je wilt aanpassen. Dus in dit geval gaan we channel 1 aanpassen. Dus dat is dit channel. Dit is gewoon het belangrijkste, de frequentie hoef je niet naar te kijken. Ik heb het channel geselecteerd. Ik klik dan op enter, dat ik daar iets aan wil gaan veranderen. En dan ga je met deze pijltjes ga je naar de power setting. En dan druk je weer op enter om te confirmeren. Dan zie je hier de current power waar die op staat. En in dit nieuw schermpje is hoe je hem gaat instellen. En hier kan je hem steeds hoger instellen tot een maximum van 20.000. Nou, vervolgens als je dat hebt gedaan, druk je op enter en is die opgeslagen. En dan is op dit moment is channel 1 heeft een power van 20.000. Als ik bijvoorbeeld ga kijken naar channel 2 nu. Ik ga naar program. Klik op enter. Ik ga naar power. Dan zal je zien dat die op een andere power staat, omdat die per channel ingesteld kan worden. Kijk, deze is 5000 en staat nu ook op 5000.